Oh ja, ik zie er al. Onder de tafel. Ja, een kandel, een beetje snotkoker. Lekker! Nee. Nou, kan ik ook. Ja? Oh ja. Vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, het is weer een nieuwe dag. Lang al, want het is al laat. Het is 3:50. Ik ga met Rijka lopen. Ik ben er niet eerder aan toegekomen om de camera te pakken. Maar in ieder geval, we gaan er weer lekker aan de wandel. Hoeveel is het leven vandaag? Ik geloof van de 3 januari. Ik ga kijken. Ja, klopt, correct. Dus 3 januari allemaal en ja, het is hier weer triest, hopeloos. Maar ik ga eruit met Rijka. Ze zeggen tot straks. Ja, we zijn weer thuis. Ja, ja. Hé, Rijka, waar ben je? Kandalf is hier, Eeuwen is daar. Rijka zal op de bank wezen of zo, ik weet het echt niet. Nee. Oh ja, ik zie er al. Onder de tafel. Ja, en Kandalf. Een beetje snotkoker. Rijka! Rijka! Kikkeboe! Maar in ieder geval, ja. Ondanks dat het hard waait. En voor mij bijna er niet aan door te komen was hier al. Was het wel opzichtelijk weer. Het regent nou niet. En ja. Ja, helemaal geweldig. Ik heb dan wel ontzettend veel last van de rug, maar dat had ik toch al. Dus ja, een beetje meer kan er ook nog wel bij, toch? Ja. Ik ga lekker een bakje koffie doen en ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga van een bakje koffie dus genieten. Ja, en een plakje cake erbij gaan ook doen. Daar heb ik zin in. Ja. Nou, we kijken of we de diertjes nog wat lekkers willen. Rijka heeft het ook verdiend. Ja, hè? Ja. Ja, nou. Ja. Maar in ieder geval, het is ja. Verder is het hopeloos weer hoor. Het hoeft dan weliswaar niet echt koud te zijn, maar het is wel hopeloos weer. Donkergrijs. Ik heb liever toch wel de zomer. Het mag voor mij het hele jaar zomer wezen. Het hele jaar ook kerst. Kun je dat rijmen met elkaar? Ja, ik wel. Want in Spanje heb mijn ouders ook eens een keer de kerstboom opgezet. In een korte broek en een shirtje. Zo warm was het daar. Tijdens de kerstdagen, hè? Nou, wil je nog meer? Heerlijk, toch? Ja, vind ik wel. Die kou en die nattigheid hoeft voor mij allemaal niet. Laat het maar s'nachts wanneer ik slaap regenen. En overdag zon en warmte. En dan mag het s'nachts dus regenen, het mag s'nachts sneeuwen, het mag s'nachts van alles en nog wat doen. Zolang iedereen maar binnen zit. Ja, en dan overdag weer prachtig mooi weer en niks meer te zien voor het slechte weer. Maar ja, wie ben ik? Ja, we krijgen het allemaal cadeau en we moeten het maar accepteren of we het nou willen of niet. Hé, Rijka? Ja nou? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag vandaag op de 3 januari. Ja, ja. En allemaal bij Corinna en de Beestenbroeders, hè. Ja, jullie zijn ten alle tijde welkom. Ik ga dat niet meer iedere keer zeggen, dat ook, probeer ik te doen. Ja, jullie zijn gewoon welkom, ten alle tijde, wanneer dan ook. Dus ja, kom rustig langs en abonneer en steek de duimpje omhoog. Druk op die bel en dan krijg je van altijd een seintje dat er weer wat geplaatst is. Dus ja, voor de rest, we maken er een feestje van. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is verdikkeltjes al heel weer laat. Ja, ja. We leven op zondag. Zie ik dat goed? Ho. Gebeurt van alles om me heen. 5 januari en we leven om 14:34 en het is dus
Rondag. En ik wens iedereen weer een welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En inderdaad, de Beestenboel, ja. We zijn allemaal een beetje het gekjagen en het donderjagen. Eeuwen zit op de rollator. En die zit kan al wachten. Dus ja, een beetje aan het gekjagen allemaal. Hé, Rijka? 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 Hallo, Rijka? Dove? Je bent dove? Ja. En hier is ook een dove. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ga eens even naar de kant. Zo. Gisteren heb ik ook niet gevlogd. Redenen hetzelfde eigenlijk als... Ja, ik voel me lang niet goed. Nee. Ik ben zo broed en zo misselijk. En steeds hoofdpijn als ik wakker word. En niet vooruit te branden. Ontzettend moe. En nog eens moe. Er zou vandaag een vriendin komen, nou, die meldde zich ook al af, omdat ze ook zo moe was en ook draaierig. Ik zei, nou, zie je, lijkt mij wel, want dat heb ik ook allemaal. Ik ben moe en ik zeg misselijk, beroerd, ik zeg draaierig, niet vooruit te branden. En ze zei, nou, ze zit ik mijn nest weer in. Ik dacht, nou, je kan het ook met een andere woord, zoals mijn bed. Ja, ik vind het een beetje grof. Ja, een beetje laag. Niet mijn niveau waar dat dan gaat. Maar oké, ik zet er keurig netjes mijn bedje. Ja, en... maar oké, maakt niet uit. Ook al ziet ze deze vlog, ik weet dat ze af en toe kijken. Dan weet ze gelijk dat ze de beetje net aan moeten zetten. Simpel, moet geen namen, dus... Dat doen we niet. Nee. Hallo, hou jij ook eens even op, meneer Jodokus? Dank je. Nee, ik weet het gewoon niet. Maar ja, er zijn meerdere, geloof ik. Ja. Dus, ik ben echt niet de enige die zich zo lamlendig voelt. Komt ook, denk ik, door het weer mede. Het is triest, grijs en hopeloos, raar, rot weer. Nou ja, ik heb met Rijka leggen te koelen en te stoeien. Ze is wel al even in de tuin geweest, want ik kon het gewoon niet handelen om eerder op te staan. Ik denk, ja, ze moet er toch uit. Maar ja, dan gaan we zo meteen een bakje koffie doen en de diertjes even wat te bikken geven. En daarna ga ik met Rijka wandelen. Ja, dat moet toch gebeuren, hè. Toch even een schop onder je kont geven zelf en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik moet uitkijken waar ik mijn stoel neerzet. Ik mag af en toe zelf een beetje bewegen, weet je wel. Maar ja, dan zit er een kat heel dicht naast me. Ik mag vooral graag kandalf doen. Maar dan heeft hij zijn staart lang uitleggen. En als ik hem dan niet zie zitten omdat hij in een dode hoek zit van mij. Ja, dan rij ik over het puntje van zijn staart. En dan heb ik weer een blok staart van zijn staart afgereden. Niet dat ik echt over het spiertje of watje wat er ook allemaal in een staart mocht zitten rijden. Nee, ze zegt, ik trek de haren eruit, laat ik het zo maar zeggen. Nou, dat doe je dan ook niet bewust, hè, kerel. Nee, 1, 2, oh! Hé, Kandalf, joh, hij is ook zo knap. En volgens mij is hij zwaarder dan dat Rijka is. Ja, hij is echt... Een beer. Hé? Een beer is die. Ja. Het is een beertje. Hé? En spinnen? Spinnen dat hij doet. Hé? Ja. Of niet dan? Ja, hij spint als een otter. Hé? Horen jullie hem? Ah, geweldig. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Probeer ik ook te gaan doen. Tenminste, dag, middag en avond. De ochtend is al lang al voorbij. Het is halverwege de middag. Dus ja, ik zou zeggen, ik zie jullie later. Doei. Die meneer die denkt dat hij naar buiten mag. Nou, om 9:30, althans, het is al 9:30 geweest.
Komt meneer er niet meer uit? Nee. Nou, kan ik ook. Ja? Oh ja? Nou, het gaat gewoon niet door, hè? Nee. Meneertje kan het al. Gebeurt niet. Ja, boef. Echt niet. Nou, nee. Nou, nee hoor. Hier liggen er andere twee. Heel lief te zijn. Oh, oh ja. Oh, oh ja. Oh. Oh ja, meisje. Oh ja, meisje. Hé, hoe ben je zo lief. En die is ook zo lief. Ja, die legt er lekker bij en die denkt ook, wat gebeurt er allemaal? Houd je wafel eens even kant af, want ik wil slapen. En die zit me gelijk alweer te bijten. Jo. Ja, ik heb vandaag ook niet eerder weer eraan gedacht om weer die camera te pakken, omdat ik andere dingen in even te doen had. Maar ja, ik heb hem weer en ik heb ook weer een lekker bakje koffie en ik zit een beetje televisie te kijken. Ik zat op Facebook, maar dat heb ik momenteel klaar. Vanavond later nog even, het is nog lekker vroeg. En die gaat maar weer achter de andere deur. Want ik krijg hier de zenuwen van. Oftewel, de zenuwen. Ja. Maar weer achter de deur, meneer? Oh, wat gaan we beleven? Ah, nou, Kandalf en Rijka bij elkaar. Oh ja, oh gosje dikkie, oh gosje dikkie. Mag ik niet lachen? Nee, Kandalf. Nee, je komt niet buiten. En dat weet je. Het is geen zomer, die tuindeur die staat niet open, dus je komt niet naar buiten. Nee. Dan heb je gewoon pech. Simpel, want als ik je nu naar buiten laat, dan ben je vannacht niet terug. En dan slaapt vrouwtje weer slecht. Ja, wauw, oh godje, dikkie doosje. Ja, lieve vrienden, ik wens jullie verder nog allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. En ik kom inderdaad straks nog wel weer even retour. Ja, echt wel, echt wel. Nou, kijk nou, schultje. In de rij, hè? Allemaal achter elkaar in de rij. Want de juffrouw moet tellen, hè? Of de meester. Wat zag jij, Rijka? Ze zag wat. Nou zeg, mopperdoos. Maar oké, okay, ja, die is een mopperen die dan, ja. Oh, kleine mopperdoos. Maar in ieder geval, ze zeggen, lieve vrienden, tot straks. Ja, lieve vrienden, het is al heel erg laat. Althans, wat heet laat tegenwoordig, hè, voor mij, ja. 3 uur is niks. Het is nou net 3 uur op de klok. Misschien, ik zal even op het horloge kijken. Die zegt 2 minuten over. Nou ja, dat maakt ook niet uit. En hier ligt een kleine dame naast me. Nee, die slaapt al half. Ik ga lekker slapen, is schat. Ja, hè. Ga mee, hè. Ja, ga lekker een beetje toe, hè. Ga lekker een beetje toe, schat. Nee, dan. Ja, hè. Ja, hè. Ga je een beetje toe, hè. Jo. Ja, het is zo'n lekker ding. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, ja, morgen is het maandag. Morgen weer een drukke dag. Rebecca die komt weer, dus het huisje wordt weer schoongemaakt. Ik moet boodschappen doen. En ik moet zien wanneer ik dat kan doen. Ja, ook dat. En dan moet zij weer alleen blijven. Dus ja, het wordt feest. Ik ga daar ook niks aan doen. Maar het is nog eenmaal zo. En ja, voor de rest zien we wel wat de dag ons vandaag brengen gaat. In ieder geval, we gaan eerst slapen. Ik zou zeggen, welterusten. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!